Mag ik u van harte welkom heten. Aan tafel Han Swinkels. Sinds 2012 bent u lector duurzame veehouderijketens aan de Has Hogeschool in Den Bosch. Een hele mond vol. Ja, een lector op een hogeschool kun je volgens mij een beetje vergelijken met een hoogleraar op de universiteit. En nog anders gezegd, u bent een soort van praktijkprofessor. Het is mijn taak om zowel de docenten als de studenten zoveel mogelijk te betrekken in allerhande zaken die in die veehouderij plaatsvinden. Met als doel natuurlijk om die veehouderij en die keten duurzamer te maken. Ja, wat is dan het doel van uw lectoraat? Het doel is juist om de verschillende opleidingen die we in de Has Hogeschool hebben. We hebben toegepaste biologie, we hebben ook food design en innovation. Ja. Dus van agri tot food, om ook intern die wereld meer te verbinden. En dan ook aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen die in Brabant en in de omgeving van Brabant in Nederland, maar ook Europa en mondiaal plaatsvinden. Dus ik kan me voorstellen, je hebt je speerpunten, je hebt je ambities, maar die moet je in de praktijk omzetten. Een heel leuk voorbeeld. Ja. We hebben samen met wat andere partijen zijn we nu aan het kijken, hoe kun je en het dierenwelzijn in de varkensketen, de vleeskuikensketen en de kalfsketen, hoe kun je die nu verbeteren en tegelijkertijd ook het milieu van die keten verbeteren. Dus beter dierenwelzijn en minder ammoniakuitstoot, fijnstofuitstoot, broeikasgassen, hè, ook een belangrijk mondiaal thema. Ja, daar komt er denk ik nog hoe een dingetje bij. Verbeteren? De prijs. Want als je die twee aspecten hebt behandeld, dan ben ik degene die het uiteindelijk moet gaan kopen en moet gaan betalen. Het leuke is altijd dat ik die vragen over die prijs krijg, niet alleen terug van de consument, maar ook van de producent. Ja, tuurlijk. En de enige manier om beide te bedienen is door ze met elkaar te verbinden. Want als een consument meer kennis heeft van hoe het voedsel geproduceerd wordt, en ja, ik zie nadrukkelijk ook in mijn omgeving dat veel meer consumenten willen weten waar komt mijn eten vandaan. Weet wat je eet. Precies, dus eigenlijk willen ze de producent leren kennen. Nou, als dat lukt, dan zie je ook dat wat men voor voedsel betaalt, wordt veel minder een issue. En dan is de consument tevreden en de producent is tevreden. Maar hoe ziet Brabant er dan uit over een tijdje? Het aantal varkens wordt dat minder? Gaan die varkens een beter leven leiden? Wordt de kwaliteit van het vlees dan ook beter en betalen wij een hogere prijs? Is dat dan het plaatje waar we naartoe gaan? Ja, kijk, het aantal varkens, 5 miljoen, wat dat in 2020 zal zijn, om en nabij. Ik verwacht echt niet dat daar een grote verandering in op zal treden. Maar wat veel belangrijker is, al het vlees wat geproduceerd wordt, daar zal veel nadrukkelijker van consument tot boer helder zijn. Hoe lopen de lijntjes? Ze zullen onderling met elkaar afspraken maken. Dat is in feite ook wel een beter leven kenmerk gebeurd. Traceerbaar vlees, transparantie in de keten. En wel stapjes en op dierenwelzijn en het milieu. Ja. Om te zorgen dat we blijven vernieuwen en blijven ontwikkelen. En dus duurzamer. Gaan wij proviant eten? Gaat u proviant eten? Ik eet al proviant. Ik eet al vegetarische producten. Want even los van Brabant, de wereld is groter. Nou, als ik zie wat er mondiaal aan de bevolkingsgroei, aan welvaart, wat we allemaal tegemoet moeten zien. Ja, dan moeten we zeker qua eiwitbehoeften, alle bronnen die we hebben, moeten we aanboren. En dan vind ik het heel kort denken, en dat ga ik ook niet meegeven aan de docenten en de studenten. Ja, alleen maar dierlijke producten. Nee, vegetarische producten, dierlijke producten in al zijn variëteit, plantaardige producten. Is een heel mooi pakket. Oké, omnivoren in de breedste zin van het woord. Lekker blijven genieten. Natuurlijk wel ook Brabantse producten. Ja. En producten in het algemeen. Ja, en het allerbelangrijkste is het Bourgondische, de Brabantse beleving. Die moeten we echt weer terugbrengen op het bord. Want als consumenten die proeven, dan is het prijs van het product is geen issue meer. Ja, we gaan nog meer genieten. Dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan.